Bij ons thuis zijn we met 4 hardwerkende volwassenen die wel flinke trek hebben wanneer ze bezig zijn en van een flinke lunch kunnen genieten. Dus niets is erger bij ons thuis dan dat het brood op is. Gelukkig gebeurt dat zelden tot nooit. 1 keer in de coronatijd en toen moest mijn man bij het oudere uurtje erop uit. Dat leverde hem wel wat scheve blikken op, maar wel een brood. Want wij bewaren ons brood in de vriezer. En dat doen misschien heel velen van jullie. En met een kleine moeite haal je dan 's ochtends vroeg een prachtig diepgevroren brood uit. Je pakt wat sneetjes. Mijn neef Johan, die in Hongarije woont, was bij ons op bezoek. En die wist niet wat hij zag toen ik een brood uit de vriezer haalde. Hij zei, tante Loekie, hebt u broden in de vriezer? Kortom, misschien wel typisch Nederlands. En in heel veel andere landen niet gebruikelijk. Want een brood haal je iedere dag vers. En een dag daarna is hij niet meer te eten. Zo is het ook wanneer Jezus onderweg is met zijn leerlingen. Je haalt het brood vers. De leerlingen zitten met hem in de boot. Jezus spreekt over brood en over overvloed. Ze kijken elkaar verschrikt aan. Heb jij brood mee? Nee, nee. Jij dan? En uiteindelijk hebben ze er 1 en dat is te weinig voor zoveel man. Hoe dat verder gaat, hoor je zondag. Ook wanneer wij met elkaar het brood delen en de wijn drinken, heiligavondmaal vieren. En eigenlijk dankbaar zijn voor de overvloed die God ons geeft. Tot zondag.